We zijn hier bij de faculteit Educatie en we vragen ons af of de mensen hier Gerry Bonhoff kennen. Heb je enig idee wie Gerry Bonhoff is? Nee, nog nooit van gehoord. Nee. Nou, ik heb hier drie plaatjes. Wie denk je dat ze is? Ja? En jij? Ja, ik denk zij. Oké, weet jij wie Gerry Bonhoff is? Nee. Van Gerry Bonhoff gehoord? Nooit. Jij wel? Ik niet? Nee. Nou, Gerry is een meisjesnaam, dus ik denk deze niet. Dit is koningin Beatrix, dus zal dit wel Gerry zijn, hè? Niet? Nou, tot nu toe weet echt niemand wie Gerry Bonhoff is. Maar we gaan even kijken of de medewerkers van de school weten wie Gerry is. Weet u wie Gerry Bonhoff is? Ik weet wie Gerry Bonhoff is, de voorzitter van het college van bestuur. U kent haar persoonlijk? Ik ken haar persoonlijk ook, ja. Wel een paar keer ontmoet, ja. Ken je Gerry Bonhoff? Nee, die ken ik niet. Waarom doe je dat nou met je handen zo? Ik geef gebarentaalles. Oké, ik denk zij. En waarom? Dat weet ik niet. Past bij de naam, denk ik. Nou, we zijn inmiddels bij de economie. En ja, ik zie al wat gesjeeste mensen. En dan gaan we even vragen of ze weten wie Gerry Bonhoff is. Wie van deze drie mensen is Gerry Bonhoff volgens jou? Ja, dan moet het de middelste zijn. En waarom? Dat denk ik. Ja, maar denk alleen. Je weet vast wel. Wie zijn die andere mensen dan? Ook geen flauw idee. Wie van deze drie is Gerry Bonhoff volgens jou? Ja, het wordt gok hoor, maar ik denk de middelste. Wie is ze dan eigenlijk? Gerry Bonhoff is de voorzitter van het bestuur van de Hogeschool Utrecht. Oké. Nou, ook hier was niemand bekend met Gerry Bonhoff. Ik stel voor dat we er even gaan opzoeken, zodat ze zich in ieder geval even voor kan stellen. We zijn hier bij het bestuursgebouw van de Hogeschool Utrecht. En dit is de plek waar Gerry Bonhoff, de capi tutti capi van de Hogeschool Utrecht, haar kantoor heeft. Ik ben Gerry Bonhoff, collegevoorzitter, nu 5 jaar van de Hogeschool Utrecht. Hoe bent u dat geworden? Ik heb een verleden in het voortgezet onderwijs, gymnastieklerares. Docent ben geweest, rector ben geweest, bestuurder van een stel scholen. Collegelid van de Hogeschool van Amsterdam, collegevoorzitter van de Hogeschool Utrecht. Nou wordt er ook wel gezegd van Gerry Bonhoff, die gaat het nog wel eens tot in Den Haag schoppen. Vooralsnog vind ik dit werk veel zinvoller en waardevoller en leuker als in het Haagse. En het zou natuurlijk ook een beetje verwarrend zijn, want er is al een minister Bonhoff geweest. En dan krijg je een minister Bonhoff. Maar daar heb ik altijd van geroepen, bom met een M, geen familie. En nou hebben wij ons laten vertellen dat u een hele bijzondere auto rijdt. Klopt dat? Ik rijd wel eens in een heel oud Volkswagentje, cabriolet. Maar mijn leaseauto is een Audi A6. En dat is niet zo'n heel bijzondere auto volgens mij. Maar het...